De regen is een beetje de spelbreker hier op het eerste bierproefevenement in Venlo. Maar de organisatie mag niet klagen. Onder deze tent heel veel mensen die toch naar het Nodersplein zijn gekomen om wat biertjes te proeven, te genieten van de gezelligheid, te ruiken aan de sfeer van het eerste Brouwerstrots. Wie drinkt u vandaag? Ik heb eigenlijk geen idee. Een Urtel met biertje. Proeven vandaag, hè? Hoeveel gaan erin, denkt u? Nou, de kaart gaat tot 5, dus ik denk dat ik het daar wel eens voor ga. Bent u een beetje een bierkenner? Nou, liefhebber, laten we het daarop houden. Kenner, nee, dat niet. Wat staat er bij u thuis koud? Normaal gesproken hertenjam. En ja, nu af en toe ook een speciaal biertje. De kaart heeft u, hebben we kunnen afstrepen, hè? Ja. Net begonnen, zie ik. Ja, net begonnen, ja. Ja. Ja, dag is nog lang, hè. Eerst was matig, dat was een licht drankje. Nu gaan we natuurlijk meteen de versnelling hoger. Dadelijk weer een beetje afzwakken, dan weer een beetje opbouwen. Dan weer een beetje afzwakken. U bent een kenner? Nee, maar we genieten er wel. Ja, een beetje, we drinken hem graag, laten we zo zeggen. Nou, dit is het eerste Venlose Bierfestival, Brouwerstrots. En mensen kunnen voor 15 euro kunnen ze een kaart kopen waar ze 5 biertjes kunnen proeven. Zijn Venlonaar een beetje bierproevers? Volgens mij wel. Een Venlonaar raakt pas in paniek als het bier op is. Was dit nodig in Venlo, zo'n festival? Nou, we hebben heel veel muzikale festivals. We hebben 2 foodfestivals, Slagersfestival en Lekker Venlo. Maar een bierfestival was er nog niet. Dus ik denk, dat moeten we organiseren. Bier is toch een mannending? Helemaal niet. Helemaal niet. Drinken jullie vaak bier? 50-50 denk ik. Hoe smaakt het? Goed. Ja. Hoeveelste biertje is het al? Tweede pas. Gaan de kaart volmaken? Ja hoor. Wat is nou het ultieme stukje vlees voorbij een lekker glas bier? Ja, dan moet ik echt een heel groot stuk vlees gaan braden. En dan kom je echt bij een lekker stuk bavet uit of zoiets dergelijks. En gewoon lekker groot, lekker grof een stukje rundvlees op de grill leggen. Heerlijk met een speciaal biertje erbij. Meneer, u mist de zon niet vandaag, hè? Nee, helemaal niet. Zonnetje is toch hier? Of niet? Waarom bent u hier? Waarom? Voor een biertje. Speciaal biertje. We zijn al lid. U bent van de bierclub? Ja. U bent de kenner? Nou, kenner. We proberen ons best te doen, hè? Je moet dat gewoon even proeven. Het is een leuk evenement, dus daar moet je gewoon even bij zijn. De enige bierclub in Venlo dan, of niet? Ik heb geen idee. Wel de enige bekende. Hoe is dat zo ontstaan? Ja, dan moet je hem vragen. Hij is meneer, hoe is het ontstaan, uw bierclub? Nou, wij zijn, denk ik al, met 3 man, Harm en Ramon en ik, zijn voor 1 jaar of 3 terug, hadden we het idee voor een bierclub op te richten. En dat is er eigenlijk pas september vorig jaar van gekomen. En toen zijn we leden gaan zoeken. Daar hebben we ook een paar mensen gevonden die enthousiaste bierliefhebbers zijn. Zo'n bierclub, gewoon lekker drinken. Ja, we hebben 4 activiteiten per jaar en dat is vooral proeven en excursies maken. Dus dat is wat we doen. En? Lekker, lekker. Ja. En wat voor bier is het? Sorry? Wat voor biertje is het? De Bolton's Alt. En ja, even kijken. Het is een volle, bittere, aromische smaak. Ja, lekker. Ja, bevalt me wel. Ook? Zeker, ja. Ik vind een bittere zappel met vallen. Maar wel lekker. Ja, zeker. Echt. Ja. Genieten. Proost. Ja.